Hallo kijkers van Arme Frodo en welkom bij seizoen 3 aflevering 1 van Mannen Lees de Vrouw. En vandaag zei ik jullie dat ik zei jullie de volgende eind zou... Moet jij het uitleggen? Nee, dat... Ja, dat precies. Ja, precies. Nee, maar dat volgende eind van het vorige seizoen ik ook mensen zou uitnodigen die dan gaan reageren samen met mij op dit blad. En daarom heb ik nu Thijs. Ik zeg dan bijvoorbeeld, het grootste avontuur is om het leven van je dromen te leven. Wat zijn jouw dromen? Mijn droom is om gelukkig te zijn. Is dat een droom? Ja, in een droom dan is het vaak, dan ben je wel gelukkig. Maar dan is het, wat is nou echt iets, als jij wat doet, ben jij gelukkig? Mm. En waarom sta je in een lamp? Oh, ja. Zo, oké. Nou, ik denk dat ik gelukkig ben... Met water, eigenlijk vooral. Dat zie ik ook op jouw Instagram story. Elke dag zie ik dan gewoon een filmpje van 10 seconden van jou vooruit gefilmd. Dat je weer op een meer bent. Ja, maar dat is toch leuk. Water is gewoon... Ook mijn hele Instagram account staat vol met water. Ja, oh, ik kan jou wel even... Ik kan nu wel even erin editen. Een filmpje van dat ik ging op een boot ging varen en eruit viel. Ik ga hem nu Thijs even laten zien. Pippi Langkous is mijn heldin. Heb jij dat vroeger ooit gekeken? Ja, altijd. Die mensen hebben daar dus... Ik had altijd, hè, die van 3 keer 3 is 9. Ja, 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 ja. Ik al, nee, 3 plus 3 is 6. Dat was ik altijd, dat is mijn herinnering. En zij was de eerste die zei, huts. Echt? Ja. Ja, en dan zit er nu weer erin. Ik weet niet of ik hem kan vinden, maar... Huts en Nevo doen allemaal en Nevo. Soms daar. Ook niet hier. Die mensen die hebben daar dus ook nooit betaald voor gekregen. Voor Pippi Langkous. Voor Pippi Langkous, die acteurs van Tommy en Annika en van Pippi. Die hebben dus nooit betaald gekregen. Dat is allemaal eenmaal gewoon onbetaald gegaan. Of ze hebben daar heel weinig voor gekregen. Dus een paar jaar geleden was er zo'n GoFundMe actie. En toen gingen ze die mensen dus allemaal geld geven omdat ze zo tof waren in de serie. En toen, ja. Hoeveel hebben ze opgehaald? Ja, niet veel uiteindelijk. Maar Annika die heeft er een maagverkleining van gedaan. Oh, was dat nodig? Nou ja. Vond zij wel. Zij vond van wel. Is dat Annika? Ja, dat is Annika, nee. Oh. Ja. Nee, dit zijn dus de echte influencers. Thijs is ook zo iemand die... Dit is een beetje Instagram, maar dan voor mensen zonder Instagram. Dus dan kan je gewoon je foto ernaar opsturen. En dan... Kost wat geld. En nee, want dan moet je wel kleding aandoen van bedrijven, zodat daarbij komt te staan hoeveel geld het kost. Oh. En dan maak je dus reclame. Ja, nou, geweldig. En daar staat dus het halve blad vol mee. Is het een gratis blad? Ja, dit krijg je gratis opgestuurd van de Telegraaf. Oh. Dus als je een abonnement hebt op de Telegraaf, heb je automatisch hier ook een abonnement op. Maar ik moet dus de Telegraaf ook bezorgen. En dit bezorg ik dus ook. Mannen lezen de vrouw. Maar ik bezorg dus letterlijk de vrouw. Dus alle mensen die mannen lezen de vrouw krijgen en de vrouw ook thuis krijgen, die zien mij gewoon bezorgen. Dat maar ik ook wel een vrouw thuis bezorgd krijgen. Ja, ja, ja. Voortaan kom ik ook gewoon bij jou. Nee, maar een vrouw thuis bezorgd krijgen. Ah! En dat wordt de titel Thijs Mulder. Voor de duivel niet bang. Duivel moet dat zijn. Ja, nee, de duivel dat is dan zo heel eng. Maar de duivel dan zegt ze van ja, dat is dan niet de duivel, maar dat is dan de duivel. Oh. Ze deinsen niet terug voor rakenklappen, een duizingwekkende hoogtes. Of zelfs een retourtje naar de ruimte. Luchtacrobaat. Dat is heel slecht. Je gaat toch geen lucht. Wil jij luchtacrobaat worden later? Lijkt dat jou tof? Is het gewoon dat je geen gravity hebt? Dat je dan zo... Bah, ja, ja, ja. Dat je zo kan springen? Ja, oké, op zich wel. Cool. Nou, dat lijkt me wel leuk, maar... Zo! Volgens mij staat haar been niet recht. Wat is dat? Dus zo'n een intense trap is dat gewoon zo van... Die gaat er volledig aan. Maar die is helemaal mis. Ja, ja. Ja, ja, ja. Oké, heel mooi. Een paar jaar geleden heb ik wel aan stoppen gedacht. Dat gaat altijd zo. Mensen gaan al aan stoppen denken. Dat vind ik moet je niet doen. Weet je, nee. Je moet dat lange termijn denken. Want ja, ja, ja. Wat nou als het allemaal wel lukt, weet je? Ja, ik ga toch ook niet aan stoppen denken. Nee, Harm Vrouw, dat is een investering voor het leven. Dat wordt een merk gewoon. Huts en Nevo doen allemaal en Nevo. Lullen op mijn hoofd en ik space en Nevo.